Heren, welkom. Zeker niet voor ons volgens mij, maar voor jullie. Hartstikke welkom. Welkom bij Nederland Kiest, voor u thuis ook. Is premier Balkenende de bange man, de bange leider die de VVD zegt dat hij is? En waarom staan ze plotseling allemaal in de roddelbladen en in de amusementsprogramma's? Praten we zo meteen over. En ook over wie is de populairste politicus in de VVD? Rita Verdonk of Mark Rutte? Nou, deze verrassende vragen gaan wij beantwoorden met onze gasten. Jan-Peter groeit op in Zeeland. Hier heeft hij gespeeld, tenten gebouwd. Maar leest ook al boeken over Kennedy en is al jong hoogleraar. Maakt in de gemeenteraad van Amstelveen na met de krokettenmotie. En dan is het een kleine stap naar het lijsttrekkerschap van het CDA. Hij wil 3 kabinetten leiden en dat lukt iets sneller dan gepland. Maar de minst populaire premier in jaren keert het tij en ligt inmiddels ruim voorop in de peilingen. Kan hij toch toveren? Neemt het vanavond op tegen onze andere gast. Op Valentijnsdag komt Mark ter wereld. Hij wil concertpianist worden, maar wordt pindakaasverkoper. Is voorzitter van de Jonge Liberalen en als staatssecretaris een politiek wonderkind en begenadigd spreker. Uyen, Xu Yen, Xi. Eet 1 keer per week bij zijn moeder. Maar met andere vrouwen heeft hij meer moeite. Ook Rita houdt hij niet in bedwang. VVD'ers vinden hem niet aanvallend genoeg, maar hij wil geen wethouder Hekking worden. Nogmaals welkom en ook uw gasten allemaal. Voordat je begint, ik moet nog even wat zeggen over het chatten. Oh ja. U kunt, dat weet u misschien wel al, maar de kijker nog niet. Na afloop van de uitzending, als u er nog geen genoeg van heeft, kunt u met deze twee heren chatten. En dat kan dan via www.nederlandkiest.nl. NL, daar kunt u ook alle informatie vinden van. En misschien zijn er wel militairen bijvoorbeeld op dit moment die meekijken vanuit Afghanistan. Ik zou niet weten, misschien kan het. Premier Balkenende, ik vraag het u omdat het de opening is van NRC Handelsblad vandaag. Nederlandse militairen zeggen dat de situatie daar, dat men in een geweldspiraal terecht is gekomen. De Britten, de Amerikanen en de Canadezen die vechten, die schieten en die zeggen dat Nederlanders angsthazen zijn in Afghanistan. Heeft u het bericht gehoord? Ik heb het bericht gehoord. Ik heb ook met minister Kamp uiteraard gebeld om eens even te vragen van wat zijn jouw waarnemingen nu? Kijk, en het is zo, Nederland zegt als wij militairen daarheen sturen, willen we ze graag dat ze terugkomen, veilig. En we hebben een bepaalde eigen strategie daar. En dat is de strategie van het goed ondersteunen van onze mannen en vrouwen daar. Goede beveiligde auto's. En ook een bepaalde strategie van hoe ga je met de bevolking om. En onze houding is er een van de combinatie van defensie, diplomatie en ontwikkelingsactiviteiten. En dat is de algemene lijn. Ik vind wel dat de berichtgeving wel wat erg fors is. Er wordt gezegd in NRC dat de Canadezen zeggen de Nederlanders zijn niet sneuvelbereid. Een nieuwe term. Maar waar het om gaat is er ruzie en mot binnen de coalitie daar? Ik heb aan minister Kamp ook gevraagd van hoe zit het nu ook met je collega's. Die zegt ik merk van deze berichten gewoon niet. Op het niveau van de ministers van Defensie wordt absoluut niet zo gesproken. En ik vind het ook eerlijk gezegd een beetje jammer als we op deze manier over de zaken spreken. Daarvoor is alles veel te ernstig. Wij willen graag dat we de mensen daar helpen. We willen dat de bondgenoten goed samenwerken. En ik denk ook dat dit soort berichten niet bijdragen aan een weloverwogen strategie. En dat zal ook onze inzet zijn. Minister Kamp heeft uiteraard contact met de chef van de defensiestaf, generaal Berlijn. Hij heeft contact met zijn ambtsgenoten. En ik geloof niet dat we lang dit soort discussies moeten hebben. Want het is niet in het belang van de mensen daar in Afghanistan. Het is ook niet in het belang van onze militairen. Goed, laten we naar het binnenland gaan. PvdA-leider Bos heeft vanavond een redenvoering gehouden in Maastricht. Heeft 7 punten geformuleerd waaraan een nieuw regeerakkoord met welke partij dan ook moet voldoen. En anders doet de PvdA niet mee. Dat zijn wat algemene punten als vermindering van de armoede. Daar kan je veel bij voorstellen. Maar er zit 1 hard concreet punt in. Hij wil op 23 november eigenlijk een generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Is daar met u over te praten? Nou, ik denk het niet. Maar ik zal ook uitleggen waarom. We zijn natuurlijk langzamerhand in een situatie in Nederland gekomen dat een generaal pardon juist steeds minder nodig is. Want wat is er gebeurd? Het ging om de 26.000 mensen. Die moesten helderheid krijgen. Nou, 10.500 mensen mogen in Nederland blijven. En een grote groep heeft inmiddels Nederland verlaten met ondersteuning van de kant van de overheid.
Als je dat op je laat inwerken, dat betekent dat de helderheid er is gekomen. Er is ook een hardheidsclausule van als het gaat om schrijnende situaties, dan grijpt de minister in. Ja, ik wilde geen discussie over de cijfers, maar even voordat ik u het woord, even toch voor alle helderheid. Er is een groep, hoe groot die precies is, weten we niet. De PvdA-leider eiste op een belangrijk moment dat in een nieuw regeerakkoord er voor die groep nog steeds een generaal pardon komt. U zegt, op die eis ga ik niet in. Begrijp ik u zo goed? Ja, want dat hebben we ook nooit gedaan. Maar dat betekent dus dat er geen regeerakkoord tussen CDA en PvdA mogelijk is. Kijk, nu zijn weer deze 7 punten genoemd. Gisteren werd geloof ik gezegd dat het heel moeilijk was met het CDA een overeenstemming te krijgen. Nou, en ik hoor niet meer over de fiscalisering van de AOW. Nee. Ik hoor niet over de hypotheekrenteaftrek. En ik vind dus langzamerhand het optreden toch wat onafvolgbaar. Toch, van de heer Bos. Heeft u in het debat wat u had met Bos bij RTL 4 gezegd, ik heb een breekpunt in de onderhandeling met de Partij van de Arbeid, namelijk de hypotheekrenteaftrek. Mm-hmm. De coalitie in Duitsland, in feite een soort Bos-Balken en de coalitie die daar aan de macht is, die Pardon? Heeft nou, een coalitie van Sociaaldemocraten en Christendemocraten. Dus zeer vergelijkbaar met wat hier in Nederland dreigt te gebeuren. Dat kabinet heeft gezegd, we gaan een grote groep illegale legaliseren. Dan ben ik toch benieuwd, dat is ook voor de kiezer van belang, denk ik, of u zegt, dat vind ik een moeilijk punt, of dat u het van eenzelfde orde vindt als de hypotheekrenteaftrek. En als dat zo is, dan zou je moeten zeggen, het is voor mij onbespreekbaar dat dat ooit in een regeerakkoord komt te staan. Ik denk dat de kiezer dat wel weet, omdat we weten dat met een generaal pardon grote groepen mensen uit het buitenland weer naar Nederland zullen komen, de gelukszoekers, waarvoor we nou net de Nederlandse grens hebben kunnen sluiten. Nou, misschien de situatie in Duitsland. Daar wordt over gesproken, alleen is maar zeer de vraag of dat daadwerkelijk zal lukken. Want er vindt nu overleg plaats met de deelstaten in Duitsland. Nou weet helemaal niet hoeveel Beieren erin zit. Kortom, het is maar zeer de vraag. Is de optie open dat een coalitie die, als je de huidige peilingen ziet, bijna onvermijdelijk is van uw partij met de Partij van de Arbeid, dat in zo'n regeerakkoord een generaal pardon een plek krijgt. Die optie houdt u op? Nee, natuurlijk niet. We hebben toch nooit gesproken over een generaal pardon? Ik begreep uw vraag ook niet helemaal, want wat hebben we gedaan als kabinet? We hebben gezegd, die groep in Nederland die te lang moest wachten omdat de overheid heeft verzuimd, de groep van 2300, daar hebben we van gezegd, die mag blijven. Een simpele vraag, meneer Balken. Ik vraag u of u, als u de hypotheekrente aftrekt, benoemt als een breekpunt, of dan een generaal pardon ook een breekpunt. Dus dat zou het voor mij namelijk zijn. En ik wil graag van u weten of u hetzelfde vindt. Ik kom bij zoveel journalisten tegen u ook. En dan zitten journalisten met die notitieblokjes. Ze zitten in die notitieblokjes en dan steeds van breekpunt. U bent zelf begonnen in dat debat bij RTL. U was de eerste in de hele verkiezingscampagne die een breekpunt formuleerde. Dat begrijp ik, want ik ben het met u eens op de hypotheekrente aftrek. Nou vraag ik u of een generaal pardon voor u een breekpunt is of nou, niet. Kunt u het als ja of nee beperken? Als het CDA de grootste partij wordt, gebeurt het niet. Dan gebeurt het niet. Gebeurt het niet. Het is dus een breekpunt in een onderhandeling met Bos. Moet je nagaan. Ik vind het eigenlijk vermakelijk. Nu hebben we het over, we zitten hier aan tafel met mijn goede vriend Mark Rutte. En dan hebben we het over wat verschilpunten zijn. Dan gaan we hier praten over een mogelijke onderhandeling met de PvdA. U bent begonnen met het benoemen van breekpunten. Ik niet. U noemde de hypotheekrenteaftrek in het debat met Bos een breekpunt. Ik vraag u een simpele vraag vanavond. Ja. Namelijk of een generaal pardon een breekpunt is in de onderhandeling met de Partij van de Arbeid. Kunt u er ja of nee op zeggen? Ik ga toch met u niet onderhandelen als ik ooit toe zou komen dus aan onderhandeling met de PvdA? Nee, ik ga, dus het is denkbaar dat zo'n kabinet meneer Rutte, ik ga me echt met u nu geen discussie voeren over onderhandeling met de PvdA. Dat, als het überhaupt zover komt. Ik heb gezegd aan aanzien van de hypotheekrenteaftrek, zolang ik leider ben van het CDA, is politiek dat een leider, dan gebeurt dat niet. Oké, okay. Het is duidelijk, u wilt geen ja of nee zeggen en u denkt dat het een breekpunt is bij het CDA. Komen we zo meteen misschien zou het moeten zijn, omdat we weten dat grote groepen gelukszoekers weer naar Nederland komen. Ja. Als de mensensmokkelaars in deze wereld we gaan dat in Nederland het mogelijk is om binnen te komen. Oké, ik ga gewoon één moment, meneer Balken, en we komen zo meteen weer bij u terug. U was namelijk, ik ga u toch onderbreken, want anders komen we er niet meer uit. U deed vandaag nog iets anders. U was vandaag gasthoofdredacteur bij RTL Boulevard. Is niemand ontgaan. Jan Verloenen, verslaggever, die dook een televisiewinkel in hier in Den Haag en die keek met het nietsvermoedende publiek mee hoe u het er vanaf bracht. Ladies and gentlemen, I am greatly humbled by this award. De celebs zijn niet te spreken over de gênante comeback. Hij komt terug en het zingen gaat niet goed. Het is natuurlijk triest, maar ik heb een verrassing voor jullie. Oh, jullie zagen die ontwerper Roberto Cavalli. Ja. Die maakt die hele bijzondere jasjes. En wat heeft Michael Jackson gedaan? Die heeft dat jasje in het publiek gegooid. En jullie medewerker, onze medewerker,
Carlijn, die is in staat geweest om daar iets van te pakken te krijgen. Premier Balken in RTL Boulevard, wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik goed. Daar bereikt hij een brede doelgroep mee. Dus ik denk dat hij daar heel veel mensen mee aan zal trekken. Ja, ik vind het best wel goed dat hij een beetje commercieel is. Belachelijk. Ik ben nergens over gaan. Commerciële onzin. Dus nee, slaat nergens op. Waren jullie thuis toch helemaal verrast? Ja, geschokt en verrast. Maar het is leuk dat dit officiële bevestiging is. Want volgens mij is dat nog niet eerder officieel gekomen. Nee, er wordt erover geroddeld en gepraat, maar nu staat het vast. En weet je hoe dat komt? Ik vind dat een politicus moet gewoon in de programma's zitten waar over politiek, normaal over politiek wordt gepraat. En dus niet in de programma's zoals RTL Boulevard. Dat is mijn mening. Ja, kom op. Londen is in het kruidvat, dat bloed. Bent u dat met de heren eens, dat hij niet in zo'n programma moet zitten? Ja, dat is wel het eerste wat ik eigenlijk dacht. Inderdaad, van nou, het gaat over politiek, dus waarom zou hij in zo'n programma meedoen? Het is leuk, maar ik zie het niet helemaal het nutten van in. Ik vind dat hij het wel enthousiast doet op RTL Boulevard in ieder geval. Dus. Ik ben Jan nog tegengekomen op Zandvoort, dat was ontzettend leuk. Het was de eerste keer dat we elkaar ook even spraken. En toen ben ik daarna ook in zijn soap nog terechtgekomen. Het was zo leuk om tegen te komen. Alleen, we hebben het over autosport gehad en waar hij mee bezig was. Wat zijn favoriete partijen was, toen zei hij CNA. Ik denk dat hij gewoon moet proberen wat hij zelf het beste kan. En als dit het beste is, waarom niet? Goed, premier Balkenende. NRC had een stelling vandaag. De minister-president behoort geen roddelrubriek op televisie te presenteren. Ja. 75% van de lezers van NRC Next was het daarmee eens, het jongerenblad van NRC. Wat is de ondergrens? Wat weigert u? Wat doet u absoluut niet? Weet je wat leuk is van dit filmpje? Dat de redactie van Nova een hele interessante compilatie heeft gemaakt. Want wat u niet uitzendt, is mijn appel aan iedereen om te gaan stemmen. Omdat Frans Bauer vandaag zei, ik ga niet stemmen. U heeft niet opgenomen wat ik heb gezegd over overgewicht en gezondheid. En het derde is, ik heb het gewoon over problemen, jongeren. Dus ik heb dus een inhoudelijke boodschap daar gewoon kwijtgekund. Ja, maar dat was heel functioneel. Maar u laat alleen dit zien. Ja, ik laat alleen dat zien. Maar de vraag was, wat is de ondergrens? Wat doet u niet? Behalve de Playboy. Hangt dat nog? Nou, weet je, het was zo leuk. Met op zonnekleren, ik was in Indonesië en toen was daar een journaliste, Stef Vaas, en die had ook over dit eerste nummer van Playboy in Indonesië. En toen zei ze van, ik heb het bij hem. Ik zeg, veel plezier mee, ik hoef het echt niet. Goed, dat zou ik dus niet doen. Maar wat belangrijk is bij dit soort uitzendingen of de tijdschrift, je moet altijd een stukje inhoud kwijt kunnen. En laat ook eerlijk zijn, er zijn zat mensen die niet naar Nova kijken, niet naar Netwerk, soms ook niet naar het journaal, maar die via zo'n programma wel bepaalde boodschappen mee kunt geven. Kortom, je moet geen gekke dingen doen. Als het alleen maar puur vermaak is, dan moet je het niet doen. Er moet altijd een koppeling zijn met wat je kunt doen. Nou, ik ben het met dat laatste zeer eens. Dat gaat soms ook al mis. Ik had het laatste interview met Viva en dat ging toch over hele vreemde dingen vooral. Dus soms mislukt dat. U zei maar dat, maar één moment, want anders weet niemand dat. Maar, ja, u roept het nu zelf op. Het liefst zou ik biseksueel zijn. Ja, dat is een vreselijke uitspraak. Dat was de kop. Vreselijke uitspraak. We hadden het er niet over willen hebben, maar ik begin zelf interview. Over. Maar ik ben het wel met Jan-Peter eens. Het is, zo'n interview kan werken. Ja. Daar ging het dus fout. Maar wat je vroeger kon doen, in de jaren 70, ik zeg wel eens als Hans Wiegel of Dries van Acht één keer in de week 20 seconden in het journaal zat. En dan had hij 5 miljoen kijkers. En tegenwoordig, er zijn zoveel media. Er zijn ook zoveel mensen die niet meer naar de standaard media kijken. Zoals Nova of het journaal. Dat je toch ook dit soort programma's moet doen. Mits je, ben ik met je eens, mits je ook inhoudelijk iets kunt zeggen. Oké. Okay. Nou, dat punt is gemaakt. Laten we eens even kijken naar de campagne die u samenvoert. Laat maar zeggen, op het politieke vlak. Er is één ding wat mij steeds opvalt en wat ik gewoon niet begrijp, meneer Rutte. U wil graag met het CDA verder regeren. Het staat vast dat in dat geval onder leiding van de heer Balkenende zal zijn. Staat vast. Staat het niet vast? Nee, voor u? Er zijn verkiezingen op 22 november. Als het CDA de grootste staat. Als u de uitslag al in uw zak heeft, dan kunnen we stoppen. Want nou, laat ik dan zeggen, het is redelijk waarschijnlijk, of u heeft andere peilingen, dat de heer Balkenende dan weer premier wordt. En waarom probeert u de leider van de combinatie waaraan u zo graag wil meedoen de hele tijd onderuit te halen? Nou, niet de hele tijd. En laat ik beginnen met... Zal ik een paar citaten voorlezen of heeft u dat liever niet? Nou, gaat het gewoon. Nou, laten we eens even beginnen. Het CDA had de premier, wij bepaalden het beleid. Toen de premier op vitale momenten draagvlak voor het kabinetsbeleid moest verwerven, gaf hij niet thuis. Elsevier 11 november. We zitten nu met het beeld dat Balkenende de grote man was van het kabinetsbeleid. Ik weet dat dat niet zo is. Ja. Zalm, Balkenende is een bange premier. Nou, hij vertoont geen leiderschap. Moet ik nog verder gaan? Nee, die uitspraak van Zalm.
En ik begrijp heel goed... Laten we eerst even over uw eigen uitspraak. Deze premier heeft zijn werk niet gedaan toen hij premier was. Nou, dat zegt u in feite. Laat ik beginnen met een compliment te maken. Want ik moet wel zeggen dat Jan-Peter Balkenende er knap in is geslaagd om het CDA... uit een moeilijke situatie, ook in de peilingen, weer hoog in die peilingen te krijgen. En daar verdient hij ook alle credits voor. En dat zal volgende week ook... Maar nu uw kritiek. Dat wens ik hem van harte toe ook een goede uitslag opleveren. Maar het gaat natuurlijk ook om, wat is er de afgelopen jaren gebeurd? En we hebben voor hele moeilijke beslissingen gestaan. En als je voor hele moeilijke beslissingen staat, dan moet er ook draagvlak worden gecreëerd in de samenleving. En het is niet goed gelukt om dat te doen. Dus op belangrijke momenten, bijvoorbeeld bij de herziening van de sociale zekerheid, bij het zorgstelsel, zagen we dat in de peilingen het kabinet zeer laag stond. En ik vind dat de minister-president absoluut, naast het voorzitten natuurlijk van het kabinet en het bewaken van de eenheid van kabinetsbeleid, dat hij ook als taak heeft om ervoor te zorgen dat er in de samenleving voor de grote lijnen van het kabinetsbeleid draagvlak is. Dat is slecht gelukt. Oké. U mag reageren. Ja, het is een lastige tijd geweest. We hebben veel van de Nederlandse bevolking gevraagd. Omdat ik het aardige vond van de heer Rutte was altijd dat terwijl anderen veel met kritiek kwamen, dan zei hij van ik ben een fan van Balkenende. Ik wil best ons voor bedanken. Staat dat ook ergens op? Om aan te geven dat een verschil is in datgene wat de heer Rutte vroeger zei en zoals het nu wordt gebracht. Ik snap het best zijn verkiezing. Kijk, als het gaat om het hebben van draagvlak, dan denk ik dat we ook eerlijk moeten zijn. Als de VVD-lijn op het gebied van sociale zekerheid volledig was gevolgd, dan hadden we, denk ik, geen 3 akkoorden gehad, sociale akkoorden met de sociale partners. Wanneer het heeft over wat er destijds gebeurde met demonstraties in Amsterdam. Kunt u mij waarbij de plannen van de VVD hebben afgezwakt dan? Nou, bijvoorbeeld op het gebied van WAO. Had u verder willen gaan? Het gebied van WW, duurverkorting. Bij de WW hebben wij precies gedaan, hadden wij willen doen wat u had voorgesteld in de onderhandelingen met de Partij van de Arbeid in 2003, namelijk een beperking tot 2 jaar. Nee. Dat heeft u zelf voorgesteld. Zo was het niet. Ik kan het u zelfs laten zien. Ik heb het hier bij me. U heeft namelijk... Dat ken ik wel. U heeft namelijk voorgesteld om de WW te beperken tot maximaal 2 jaar. Ik zal het u nog even laten zien. Ja, dat ken ik wel. Dit is het lijstje van Job Wijn. Dat is het lijstje waarop de formatie met Wouter Bos is afgeschoten. Ja. En toen wij dat voorstel later deden, en nu doen we in ons verkiezingsprogramma, zegt u wij zijn asociaal. Dank u heeft zelf een asociaal voorstel gedaan, blijkbaar. Maar legt u dat nou even uit. Maar waarom zegt u dan nu in de verkiezingen dat de VVD asociaal is, als u zelf toen in de formatie in 2003 eenzelfde voorstel deed? Toen we destijds de moeilijkheden hadden met sociale partners, weet u dat we met z'n drieën in de partijen, de verschillende partijen, hebben gezorgd dat we eruit zijn gekomen. Het is ons gelukt om 3 keer een sociaal akkoord te sluiten. Daar hebben we allemaal aan bijgedragen. Dat was Kees de Knaap die een verkenning ging doen. Dat was Aad-Jan de Geus die bezig was met de besprekingen. Dat was Gerrit Zalm die met FNV sprak. Ik ben zelf aan de slag geweest met tal van mensen. U zei net iets wel anders. Dat de VVD, als die plannen waren uitgevoerd, dat die akkoorden er niet waren gekomen. Dat plannen heeft afgezwakt. U wilde zelf gaan. In 2003, ik vind het toch belangrijk dat de kiezer dat weet. Want u zegt nu die VVD-voorstellers zijn asociaal. Die heeft exact dat voorstel in 2003 gedaan. Waarom loopt u daarvoor? Weet je wat gebeurde? Toen het CDA zo druk bezig was, toen ik het ziekenhuis lag, om tot oplossingen te komen, toen heeft Gerrit Zalm meegekregen van de VVD, dat weet ik ook, om te zeggen, er wordt een oplossing gevonden. Daar was ik blij om. En dan zeg ik, dit soort discussie, er schiet toch niks mee op. Laten we gewoon blij zijn dat we eruit zijn gekomen. Dat ben ik helemaal met u eens. En als ik nu denk van de vooruitkijken, hoe zou het gaan nu met sociale partners als we bijvoorbeeld uw plannen ten aanzien van de WW zouden gaan doorvoeren? Zou dat helpen in de richting plannen, van draagvlak? Dat zijn uw plannen, meneer Balkenende. U heeft dat zelf voorgesteld aan de Partij van de Arbeid. Wij zeggen de eerste 3 maanden verhogen we de WW. Het verkiezingsprogramma, u zegt letterlijk Rutte. Hetzelfde. Nee. Meneer Rutte, uw verkiezingsprogramma gaat uit van... Als hij het weer uit zijn binnenzakje haalt, kan de kijker het prima volgen. Daar staat het nou. Ik geef het zo weer terug. Ik kijk nu verkeerde speechje. Hier staat letterlijk. De inzet van deze discussie is de vraag hoe lang iemand die werkloos wordt nog een redelijke uitkering krijgt en hoe snel hij in de bijstand verdwijnt. De VVD wil dat snel en u wil het nog niet. Kijk, het is nu zo. Wij hebben gezegd, laten we zorgen dat de oudere werknemers tegemoet worden gekomen. Mm-hmm. We hebben een beperking gehad van de duur van de WW. Dus als je lange tijd hebt gewerkt, krijg je een hogere WW-uitkering. De VVD wil die verder terugbrengen. Wij doen dat niet. Als ik nu zeg, we werken aan een draagvlak voor de komende jaren om goed contact te hebben met sociale partners, dan moet je niet doen wat u doet. Mag ik één vraag stellen? U bent allebei heel specifiek over dit plan. Als u aan de kiezer en aan de kijker moet uitleggen, waar zit het grote verschil tussen uw partij, de VVD, en die van meneer Balkenende? Op dit punt is er geen verschil, omdat wij precies voorstellen in ons verkiezingsprogramma wat de heer Balkenende in 2003 heeft voorgesteld. Maar daar een ander punt doen. Dit is flauw. Een ander punt, de bijstand. Wij zeggen bijvoorbeeld, en daar zit echt een verschil, omdat wij vinden dat Nederland verder moet moderniseren en het idioot is dat er 41.000 jongeren
onder de 27 in de bijstand zitten, waarvan we weten dat ze eigenlijk niet meer aan de slag kunnen komen. Dat blijkt ook. Als je op die leeftijd in de bijstand zit, kun je bijna geen baan meer vinden. Dus wij zeggen, het is niet sociaal om iemand onder de 27 een bijstandsuitkering te geven. Wat is het verschil? Dan heb je of een baan, of je zit op school, of je hebt een stageplek. Dus wij zeggen, geen bijstand meer voor jongeren onder de 27. Okay, wat zegt het CDA? Wij zeggen, er moet een leerwerkplicht komen voor jongeren tot 27. Maar er kunnen zich situaties voordoen dat de jongeren net nog even niet die stageplek hebben of net niet de baan hebben gevonden. En dan zeg ik, dan gaan we niet helemaal de bijstand wegnemen. Dat vinden we niet sociaal. Als de bijstand er is als vangnet, dat weet u ook, dan zullen jongeren niet geprikkeld worden om die baan te pakken of die scholing. Als er 41.000 jongeren nu, terwijl de economie aantrekt, in die uitkering zitten, dan kun je niet anders dan vaststellen dat een verkeerd vangnet is. Er kunnen situaties, dat zou sociaal zijn om dat te stoppen. Situaties zijn waarin je zegt, daar kom je net niet naartoe en dan moet je niet ineens iemand helemaal afkappen wat betreft uitkering. Nee. Maar het probleem wat u hebt is veel groter. Als we kijken van hoe u plannen financiert, hoe gaat u eigenlijk om met uitkeringsgerechtigden? Die blijven bij u duidelijk achter. En dan zeg ik, ik wil de koppeling gewoon handhaven. Dat wilt u niet. U toont aan de bijstand van mensen die misschien nodig hebben. U toont aan ontwikkelingssamenwerking. Ik kom even en met andere woorden, u gaat de mooie plannen financieren. U gaat de mooie plannen financieren ten koste van uitkeringsgerechtigden, ten koste van mensen die zwak zijn. Meneer, en dat doen we niet als CDA. Meneer Balken. Interessant punt. De mensen in de uitkering krijgen er bij de VVD 0,75% bij. En wat bij u? Bij u krijgen de mensen boven de 65 en 0,75% bij. Jazeker. Nee, 1,25%. Ik zal u laten zien. Ach, kijk eens. Hoeveel binnen bij u eigenlijk? Bij u, meneer Balkenende, krijgen de mensen boven de 65 en 0,75% bij. En bij ons krijgen de uitkeringsgerechten er 0,75% bij. U moet werkenden en uitkeringsgerechten vergelijken. U gaat nu, nee, dus u zegt wat u te weinig vindt voor mensen onder de 65. Wij geven mensen boven de 65 er een procent bij. U 0,75%. Als u dat asociaal doet, dan kan het niet zo zijn dat u hetzelfde doet met mensen boven de 65. U bent niet goed voor mensen met uitkering. U bent niet goed voor uitkeringsgerechten bezig. En ik vind u heeft ons asociaal beleid verweten. En ik vind het een hard woord als u zelf eigenlijk precies hetzelfde doet. Nee, niet. Mag ik even een verwijt wat de vicepremier Zalm, hij is nog steeds vicepremier, aan uw adres heeft gemaakt, wat deze discussie misschien iets op een hoger plan. Hij zegt, kijk eens, Balkenende is bang. Hij durft geen vergaande maatregelen meer te treffen, want hij wil de kiezers niet van zich vervreemden. U durft dus gewoon de kiezer niet tegen de haren in te strijken. Dat zegt uw vicepremier. Ja. Daar zit u vrijdag weer mee op het torentje. Is dat allemaal nou campagnetaal of zit daar toch iets meer in? Zelfs zulke aanvallen heb ik van Wouter Bos nog niet op u gehoord. Het heeft me ook helemaal koud gelaten. Ik heb gisteren ook gezegd, het is in ieder geval fijn dat er nu wat eensgezindheid in de VVD is. Want dan hebben ze mij kennelijk nodig. Nou, dat is prima. Ja. En kijk, het zegt... Ja, nou goed, dat is dan niet anders. Kijk, ik zeg zo, als je ziet wat we de afgelopen jaren hebben bereikt, samen. En iedereen heeft daar zijn bijdrage aan geleverd. En we hebben behoorlijk met onze neus in de wind gestaan. We hebben heel veel tegenstroom gehad. Dat hebben we gewoon samen bereikt. En als er iemand is geweest die de afgelopen jaar alles over zich heen kreeg, dan was ik het wel als eerste man van het kabinet. En wat gebeurt nu? Het CDA krijgt veel waardering. En dan ga je ineens dit soort aanvallen krijgen. En dan zeg ik, want eigenlijk heb je er niks aan. Het is ook niet, denk ik, het beeld geweest van goede samenwerking de afgelopen jaren. En maar ieder kiest voor een eigen campagnestijl. En als de VVD deze stijl wil hanteren, moet je dat weten. Ik denk, het zegt niks over een goede samenwerking de afgelopen jaren. Ik wil iets zeggen over die uitspraak van Zalm. Ik kan mij zijn emotie voorstellen. De man heeft 12 jaar keihard gewerkt om de schatkist op orde te krijgen. Dat is gelukt. En wat hij nu ziet gebeuren als hij naar de peilingen kijkt, is dat een kabinet van CDA en Partij van de Arbeid onvermijdelijk is. En hij is natuurlijk als de dood wat er dan gebeurt. Want dan zal die schatkist weer leeg raken. Daar is hij bang voor. En ik begrijp dat vanuit zijn emotie. En dan heb ik wel even een opmerking. Want als het gaat om die coalitie... Als het gaat om over het CDA, maar niet over de premier. Nee, maar als het dan gaat... Dat is logisch. Ik ben toch een beetje geraakt. Het is meer de campagnestijl die we bezig Nee. Ik kies niet de woorden van Gert Zalm. Maar toch even, ik begrijp die emotie wel goed. Maar nou even over die coalitie. Dank u zeer. Het is een prachtig moment. Want wij hebben zoals altijd een peiling, de barometer geheten. En die laat vanavond het, nou je mag tegenwoordig wel zeggen, het slagveld weer zien. De SGP heeft in de Kamer 2 zetels en blijft op 2. De ChristenUnie gaat omhoog van 3 zetels naar 6. De LPF heeft 8 zetels in de Kamer, in de peiling 0. De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders zou 4 zetels halen. De Partij voor de Dieren zou 2 zetels halen. 1NL van Marco Pastors krijgt 0 zetels. D66 zakt van 6 zetels naar 2. GroenLinks zakt van 8 naar 7 zetels. De SP stijgt van 9 zetels naar 30.
één meer dan gisteren. De Partij van de Arbeid heeft in de Kamer 42 zetels, nu net als in de peiling van gisteren 32 zetels. Dan de regeringspartijen. De VVD gaat omlaag van 28 zetels naar 21, net zoveel als gisteren. Het CDA heeft 44 zetels en net als gisteren in de peiling opnieuw 44 zetels. Samen staan de regeringspartijen op 65 zetels. U stabiliseert in de peilingen. Op 21 weliswaar. Maar wat nog veel interessanter is om uit die peilingen af te leiden, is dat het enige kabinet wat je eigenlijk kunt vormen een kabinet van CDA en Partij van de Arbeid is. En wat mij nou opvalt, is dat Jan-Peter Balkenende, naar mijn overtuiging, afstevend op wat ik zou willen noemen een soort van Pyrrhus-overwinning. Een soort overwinningsnederlaag. Hij heeft zo hard persoonlijke aanvallen ingezet op Wouter Bos. Hij heeft hem draaikonterij verweten. Hij heeft hem onbetrouwbaarheid verweten. Dat wordt een heel interessante formatie. Ja. Tegelijkertijd lijkt een kabinet van CDA en VVD niet goed mogelijk. En ik blijf het dus onbegrijpelijk vinden. En ik zeg dat maar even alle redelijkheid, Jan-Peter, dat jij nog steeds niet tegen de kiezers wilt zeggen. We leggen een plechtanker neer. Een plechtanker voor een voortzetting van het huidige beleid, dan heeft de kiezer ook iets om zich op te oriënteren, want die weet het langzamerhand, kan het nog maar heel lastig overzien wat er nou eigenlijk precies gaat gebeuren na die verkiezingen. En ik zou eigenlijk tegen jou willen zeggen, Jan-Peter, laten we dat plechtanker nou vanavond neerleggen. Wat is uw antwoord? Want ik ben ook wel benieuwd. Ik kan me niet voorstellen dat Mark Rutte tevreden is met deze peilingen. Dan zou ik zeggen, kijk, we kunnen praten over coalities, dan zeg ik van, zou niet veel handiger zijn. Als de VVD er alles aan doet om bijvoorbeeld te zorgen dat een Partij van de Vrijheid niet de vier zetels haalt. Zou ik zeggen, als je die flank eens afdekt, dat scheelt ook alweer een aantal zetels. Zeker. En dan zeg ik van, kijk, jullie richten het pijl een beetje op het CDA, begrijpen best, mag allemaal in campagne. Ik rest juist niet. Is jullie goed recht? Jan-Peter, ik rest juist niet op het CDA. We hoorden jullie voor de uitzending even in een kamertje hier bij elkaar. Toen zei u tegen Rutte, wat is de toon die we vanavond gaan aanslaan? Nou, dat hebben we gemerkt. En ik zie helemaal geen combinaties meer na verkiezingsdag. Als wij dat zouden uitspreken namelijk, dat we zeggen, dit beleid maken we nou gewoon tot inzet van de verkiezingen. Wat bij Lubbers 1 gebeurd is, wat eerder gebeurd is, dan zou dat toch leuk zijn. En dan zeg ik, Jan-Peter, kom op nou, wat stiekem wil je gewoon met ons door. Zeg dat nou ook even tegen de kiezer. Ik heb steeds gezegd, het type beleid dat succesvol is geweest, daar moeten we gewoon mee doorgaan. Alleen, ik heb altijd aangegeven, het CDA is een partij die ontleent zijn profiel aan het eigen verhaal voor de toekomst. Aan welvaart, aan zekerheid, aan respect voor mensen. En niet aan de keuzes voor andere politieke partijen. Meneer Rutte, u krijgt geen antwoord. U krijgt een antwoord op een andere vraag. Want we hebben iets anders laten onderzoeken. Het gaat niet goed met de VVD. We hebben net gezien in de peilingen 7 zetels eraf. NSS heeft voor ons een ander onderzoek gedaan. Namelijk, wie vinden de VVD-kiezers is de beste leider op dit moment van de partij? U of Rita Verdonk? Op wie gaan ze stemmen? Op wie van de VVD gaat u stemmen? Op lijsttrekker Mark Rutte 23%. Op Rita Verdonk 53%. Op iemand anders van de lijst 20%. En 4% weet het niet of heeft geen mening. Mark Rutte, ja, zegt u het maar. Rita Verdonk, dubbele cijfers in deze opiniepeiling. Ja, goed. Dat betekent dus dat we een goed topteam hebben. En daar doen we het mee. Nou, Maar weet u wat nou mijn taak is op dit moment? En dat heeft Jan-Peter net volgens mij heel goed ook uitgelegd. Dat is ervoor te zorgen, want daar sta ik nu voor, dat die VVD zo groot mogelijk wordt. En dat doe ik natuurlijk met iedereen. Minister Verdonk heeft gezegd, ik ben de vicepremier. Als het zover komt in een nieuw kabinet, ik begrijp dat u daar boos over was en even gebeld heeft. Zij voert campagne met haar eigen campagneteam. Nee. Dit zijn killingcijfers voor u als lijsttrekker van de VVD. Ja, luister, ik sta nu voor één ding. Met Rita Verdonk, met Gerrit Salm, met Henk Kamp. En dat is ervoor te zorgen, precies waar we het net over hadden, dat wij als VVD zo groot mogelijk worden. Dat wij de kiezers op rechts uitleggen dat een stem op de kleine rechtse partijen eigenlijk een stem op Bos is. Dat als je het huidige immigratiebeleid wilt voortzetten, dat je op de VVD moet stemmen. Dat als je Bos uit het torentje wilt houden, dat je VVD moet stemmen. Dat is waar ik nu voor sta. Ik wil er dus voor zorgen dat ik dat ga doen. En dan kan ik me wel druk gaan maken over de vraag, krijgt Rita Verdonk of ik meer voorkeurstemmen? Dat is toch helemaal niet relevant? Elke stem op Rita Verdonk is een stem op de VVD. Maar is het niet... Voilà. Om dit af te ronden, is het niet zo dat de kiezer zich daar druk over maakt? Want de kiezer laat hiermee weten dat ze liever Verdonk hadden gezien als nummer 1 van uw lijst dan nu. Dan nodig ik al die kiezers uit om zo snel mogelijk lid van de VVD te worden. Okay. Want dan kunnen zij de volgende keer meebeslissen wie er lijsttrekker wordt. Ten slotte, meneer Balkenende.
U bent vast jaloers op deze situatie. Nou, het is altijd een beetje vervelend wanneer er ineens signalen komen over vicepremierschap, terwijl dat niet goed is afgestemd met de lijsttrekker. Maar goed, ik moet een beetje buiten blijven. U zat niet stiekem te juichen, want het idee dat u die vervelende zalm kwijt bent en laten met verdonk doorgaan, dat is toch heerlijk? Is dat voor u een mogelijkheid dat u met verdonk als vicepremier doorgaat? Zweef heeft Mark Rutte geprobeerd mij te verleiden om nu even aan te geven hoe doen we het. Nou, ik laat me niet over coalities, laat staan over personen. Dat moeten echt partijen zelf weten. Ah, dat is maar goed ook. Hè, dan wordt u gered door de gong, want we gaan naar Joep. Nou, we'll see. Ja. Treffend beschreven. Dat was het. Heren, zeer bedankt voor uw komst hier naar de studio. Zometeen kunnen de kijkers van dit programma nog chatten met jullie allebei op nederlandkiest.nl. En morgen dan zijn we er weer met de populairste politicus van de VVD, Rita Verdonk hier aan tafel. En Marco Pastors, dat zijn dan onze gasten. Tot morgen.